allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en ik ga vandaag weer even lekker koken. Ik zal jullie even laten zien wat de pot schaft voor vandaag. Vandaag gaan we eten. Tam. Snijboontjes. Een stukje, wat is dat, van die blinde vinken. Slavinken. Blinde vinken, mini krultjes. Nee, Rika, ik heb het niet tegen jou, blinde vink. Snijbootjes, lekker stukje dus en lekkere mini krultjes. Dat ga ik vandaag klaarmaken. Ik heb vandaag de tweede dag gewerkt. En ja, ik vond het vandaag wel lekker gaan. En als het dan zo'n dag is waar alles lekker loopt en ik het naar mijn zin heb, dan ben ik dankbaar. Ben ik heel erg dankbaar. Vandaar ook deze naam voor deze vlog. Ik ben jullie allemaal dankbaar. Ja, ik moest toch even denken aan de terugweg naar huis toe. Aan de mensen die mij wel dierbaar zijn. En de mensen die mij dierbaar zijn. En ja, bedankt allemaal jongens. Voor degene die me steunen. En degene die er echt voor me zijn. Hartstikke bedankt. Ja, dat moet ik ook wel eens even zeggen. Ik heb af en toe ook wel eens goede momenten. Dus wat dat betreft, ja, ik heb best wel even een momenteel eventjes weer een gelukkige, hele gelukkige periode. Dat ik mijn eigen lekker voel, naar mijn zin heb. Nou, en dat is toch het beste wat iemand kan wensen, toch? Ja, toch? Het beste is dat je gewoon gelukkig bent in je leven. En dat heb ik nu heel erg. Dus ik voel me eigenlijk hartstikke happy. Joepie. Nou, ik ga dadelijk even lekker koken. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bij... half acht al. Ik dacht dat het bij zeven wou ik zeggen. Maar het is al half acht al. Het is half acht. En dan ga ik eens even lekker bang hangen. Ik denk nog niet... Ik weet nog niet zeker of dat ik een livestream ga opnemen. Ik ben best wel moe. En ik heb zo het gevoel dat mijn ogen dicht gaan vallen dadelijk. Dus er is best een hele grote kans dat ik dadelijk gewoon in slaap val. Ik ben best wel moe. En ik ga het even lekker de rest van de avond lekker bank hangen. Dadelijk om over een uurtje gaat Osporenbezocht beginnen. Ga ik even naar kijken. Dat... probeer ik eigenlijk altijd wel op de dinsdag altijd even te kijken. Of Sporen Bezocht en Tros Opgelicht. Maar ik weet niet of dat mijn ogen het volhouden. Dus we gaan het wel zien wat de avond brengt. Ik ga lekker even lekker uitrusten. Net lekker gegeten. Eten was heerlijk. En ik heb lekker een ijsje op als toetje. Ik ben gek op raketijsjes, dat weten jullie. En ja, dan ga ik lekker bank hangen vanavond. Daar heb ik nou echt eens een keer zin in. Ik heb gisteren al een livestream opgenomen. Toen was het niet zo druk. En vanavond denk ik dat ik eens een keer geen tijd heb. En dat ik eens... Oh, dan gaat mijn camera draaien. Ik wou zeggen... vanavond heb ik eens een keer geen tijd. En ga ik lekker bank hangen. Moet ook een keer kunnen. Nou, ik ga nog even neerleggen en dan spreek ik jullie dadelijk. En horen jullie wel op dat ik in slaap gevallen ben. En jullie horen me dadelijk allemaal. Tot dadelijk. Zo, en het is inmiddels bedtijd. Het is tijd om te gaan slapen. En zoals ik al zei, jullie konden het alweer rijden. Ik heb al twee programma's niet kunnen kijken omdat ik in slaap gevallen ben. Maar ja, ik had even weer wat rust nodig. Dus ik ben in slaap gevallen. Ik heb even lekker liggen slapen. Ik ben net wakker geworden. En ik ga me omkleden. En ik ga weer lekker naar bed. Morgen moet ik weer werken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En skabidi, skabadoo, skabadabadoo.